Welkom. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je pH-waardes berekent. Voordat we echt hele concrete voorbeelden gaan doen en aan de hand van deze formules op dit bord gaan werken, wil ik jullie eerst even wat uitleggen over de achtergrond waar die formules vandaan komen. Dit gedeelte wat hier staat is ook iets wat officieel ook samenstof is, maar het verklaart ook waar de formules vandaan komen. En daar wil ik het vooral eventjes nu over hebben. In een waterige oplossing heerst er altijd een zuur-base evenwicht. Omdat watermoleculen, zoals ik in de vorige video al uitlegde, watermoleculen kunnen zowel als zuur als base reageren. Hij kan een H+ afstaan, maar ook een H+ opnemen. Waardoor hij dus ook met zichzelf kan reageren. Nou, fantastisch. Hier is een voorbeeld. Of het waterevenwicht. Als dit watermolecuul nou als zuur reageert, hij gaat dus een H+ afstaan, dan gaat er een H+ ion naar het andere watermolecuul wat als base reageert, die neemt die H+ dus op. Dat betekent dat deze een H+ erbij krijgt, dus die wordt H-. Deze H2O staat een H+ af, dus die wordt OH-. En als de H2O+ een OH- is gevormd, kan de reactie ook weer teruggaan. Dan kan deze weer een H+ afstaan, een OH-, en dan gaat de reactie weer die kant op. Dit evenwicht is dus altijd in water aanwezig. Er is altijd wat H2O+ en OH- aanwezig. En dan hadden we geleerd dat een oplossing is zuur als H2O+ is. En als basis is het OH-. Dus dan zou je zeggen, oh, water is dus zuur of basis. Nou ja, als jij zuiver water hebt, dan is het evenveel H2O+ als OH-. Dus dan is hij totaal neutraal, want er is evenveel H2O+ als OH-. En dit evenwicht is dus altijd. Het evenwicht rechts sterk links, maar een heel klein gedeelte wordt H2O+ en OH-. Kan je de evenwichtsvoorwaarden over opstellen, zoals we vorig jaar hebben geleerd. Dan is het de evenwichtsconstante is de deeltjes rechts van de pijl, gedeeld door de deeltjes links van de pijl. Maar dit is het oplosmiddel. Er staat een L van liquid, die komt dus niet in de evenwichtsvoorwaarden. Dus het is gedeeld door 1. Dus het is alleen maar een H2O+ concentratie, maar ook een concentratie OH-. En die evenwichtsconstante die daarbij hoort, noemen we ook wel de KW van het waterevenwicht, heel specifiek. Hier laat het je, hoef je nooit per se te vermelden of zo. Hè. Die evenwichtsconstante. Die K die is bij 298 Kelvin gelijk aan 1,0 maal 10 tot de macht min 14. Kun je ook een binnenstapel 50A vinden, hoef je niet te weten. Niet eens jezelf te vinden. Hele kleine evenwichtsconstanten, hele kleine waarden. Dat betekent dat de concentraties heel laag zijn in water bij 298 Kelvin. Dat betekent dat het evenwicht heel erg links ligt. En een neutraal milieu, zoals ik al zei, als het pH 7 is, is dat gelijk aan elkaar, die concentraties. En dat zal dus zo zijn dat dan de concentraties van beide 1,0 van 10 to macht min 7 is. Want als je dat maal elkaar doet, kom je op dit getal uit. Nou, wanneer heb je nou een zure oplossing? Een zure oplossing is als er meer H2O+ is dan OH-. Zal het wel een klein beetje OH- aanwezig zijn door dit evenwicht. En als de basis is, is er dus meer OH- juist. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gezegd vanwege dit evenwicht dachten ze, hier kunnen we misschien, of nou, vanwege dit evenwicht, hier hebben ze de formules afgeleid. En ze dachten, nou, die waardes van de concentraties, de modaliteiten van H2O+, veranderen nogal heel erg. Als je een hele zure oplossing hebt, dan zit je misschien, ik heb het hier ook vermeld, op een modaliteit van 10 tot de macht 0 molair. Maar een hele lage oplossing die helemaal niet zo zuur is, een heel klein beetje zuur, maar is de modaliteit van 10 tot de macht min 14 molair. Dat zijn enorme grote verschillen. En daarom hadden ze bedacht, we gaan van die concentraties gaan wij de logaritmische waarde pakken. Die verkleint eigenlijk die schaal, die 10 de machten maakt die klein. En wat hebben ze nou gezegd? Ze hebben gezegd, nou laten we voor de pH berekenen. De pH neem je de min log van de H2O+ concentratie. Dus die voer je erin, je doet de log op die rekenmachine, meet je ervoor. En dat wordt het antwoord uitkomt, dus de pH-waarde. En zo hebben ze dat ook, kan je hem ook andersom berekenen. Zo kan je ook berekenen, want de H2O+ concentratie is 10 tot de macht min pH. Daarnaast kan je ook een zogenaamde POH-waarde berekenen. Dat geldt voor basisoplossingen. Dan ga je juist kijken wat de concentratie OH- is, want die is voornamelijk aanwezig. En dan zie je ineens een waarde die ik nog niet over heb gehad, een POH-waarde. En een POH, die P staat ook gewoon voor de log van de OH is de log van de H+, maar een H2O+ is eigenlijk de log OH, betekent POH. Dus dan doe je de minlog van de OH-concentratie en dan krijg je de zogenaamde POH-waarde. En dat is iets wat we voor basisoplossingen gebruiken. Kan je ook weer omzetten, deze formule. Je kan ook de OH-concentratie berekenen. Doe je 10 tot de macht min POH, als de min POH bekend is.
Dus als je de HDL plus concentratie wil weten, doe je 10 tot de macht min pH, als je de pH-waarde weet. Nou, deze formules, deze vier, staan ook in tabel 38a. Wat er niet in staat is deze. pOH-waardes zul je nooit tegenkomen in boeken. Want we praten altijd over pH-waardes. pOH-waardes rekenen we altijd om naar pH-waardes. En dat is als volgt vastgesteld. pH plus pOH is samen 14. En misschien valt je nu al even wat op. Die 14, dat is die 10 tot de macht 14. Daar komt hij ook vandaan. Als je de logaritmische waardes pakt over dit evenwichtsvoorwaarde zet, dan komt daar samen 14 uit. Als je de log van de HDL plus doet en de log van de OM in. Jullie weten ook, in neutraal milieu is de pH 7. Die komt dus van deze macht vandaan. Nou, weet je een beetje waar het vandaan komt? Mag je verder even vergeten ook. Wij gaan rekenen met deze formules. En ik heb daar eventjes een paar formules. Hier staan ze ook nog in samenvattende PowerPoint. De significantieregel ga ik straks toelichten aan de hand van de voorbeelden. Het is een hele gekke significantieregel bij pH-berekening, omdat het logaritmische waarden zijn. Een voorbeeld. Je krijgt zo'n opgave. Wat is de pH van een 7,9 x 10 tot de macht min 6 molair zwavelzuuroplossing? Wat handig is om te weten bij je berekeningen, is bij de zure oplossingen, die andere komen straks op, is dat alle zure oplossingen waar wij aan kunnen rekenen, voor nu, zijn allemaal zure oplossingen waar wij 1 H plus voor overdragen, behalve zwavelzuur. Zwavelzuur is H2SO4 en we gaan er bij onze pH-berekeningen vanuit dat er altijd 2 H plus wordt overgedragen. Dus dan krijg je dat een 2 H2O reageert, 2 HDO plus uit een SO4 2 min. Dus de molverhouding hier is 1 staat tot 2, dat is belangrijk. Bij alle andere is het 1 staat tot 1. Hieronder komen we straks op. Nou, goed. Wat is de pH van een 7,9 van 10 tot macht min 6 molair zwavelzuuroplossing? Wat je doet allereerst is gewoon altijd eventjes de formule noteren van het zwavelzuur en noteer ook de reactie erbij. Misschien op een gegeven moment dat je dat dan niet meer doet, maar voor nu is het zeker even handig om te doen. Dus de reactie is H2SO4, in dit geval met 2 H2O, dat is gewoon een afspraak die we met elkaar afspreken, altijd 2 watermoleculen, want dan gaan allebei de H-plusjes eraf en dan wordt het dus 2 keer HDO plus SO4. Dan ga je gewoon eens kijken. Ik moet de pH berekenen. Ik weet de molariteit van zwavelzuur. Welke formule heb ik nodig? Nou, het gaat over een zure oplossing, zwavelzuur. Dus ik zal iets met die HDL plus kunnen doen. Die zien we ook terug in de reactievergelijking. Dus ik heb deze formule nodig. Om de pH berekenen moet ik de min log HDL plus doen. Ik moet dus de molariteit van de HDL plus weten. Wat gegeven is, is de molariteit van het zwavelzuur. Zwavelzuur, dat is H2SO4, zegt Binance-tabel 66b. Dus ik weet de molariteit van die, 7,9 x 10 tot de macht min 6 molair. Maar ik wil de molariteit van de HDL plus weten, die kan ik invullen. Nou, wat doe je dan natuurlijk? Keer 2, 1 mol van die, levert 2 mol HDL plus op. Dus, ik pak hem even bij, ik had het al even voorgerekend. 1,58 maal 10 tot de macht min 5 molair. Nou, nu heb ik de molariteit van HDL plus, die kan ik in de formule invullen. Dus ik pak de formule, pH is min log HDL plus. Die ga ik meteen invullen, min log 1,58 maal 10 tot de macht min 5. En dan maar invullen. Doe je gewoon op je rekenmachine, eerst de min invullen, dan het toetsje log, haakjes eromheen, 1,58 maal 10 tot de macht min 5. Haakjes eromheen weer, anders pakte die 10 de macht niet goed zonder die haakjes. En dat vullen we in op de rekenmachine. En dan komt daar blijkbaar uit het getal 4,80. En ik heb hem meteen met de juiste significantie genoteerd. Wat is namelijk de afspraak met de significantie met pH-waardes? Jullie weten gewoon, hier geldt gewoon normale significantie voor. En je weet, dus de molariteit is 2 significante cijfers, 7,9, 2 significante cijfers. Maar bij een logaritmische waarde is er iets geks aan de hand. Want je zou denken, ik moet het antwoord nu in 2 significante cijfers geven, maar dit lijken er 3 te zijn. Nou, maar dit is een logaritmische waarde. De getallen voor de komma bij een logaritmische waarde, dus dat geldt voor een pH is of een POH is gelijk aan iets, zijn alle getallen voor de komma niet significant. Die geven eigenlijk alleen maar aan dat dit getal tussen de 10 tot de macht min 4 en 10 tot de macht min 5 zit. Dus dat zegt iets over dit, maar niet over de rest. Dus die 8 en 0 zegt iets over de nauwkeurigheid van die pH-waarde. Dus dit is 2 significante cijfers, want alleen achter de komma is significant. Het is zelfs zo extreem, om even een voorbeeld te geven. Stel, ik geef jullie aan dat de pH-waarde is 14,0100.
dan, en ik, je moet er gaan berekening gaan doen en je gaat denken, nou, pH-waarde is dit, hoeveel significante cijfers bevat dit getal, dat is een pH-waarde. Dan zijn alle getallen voor de komma niet significant, maar alles erachter wel, dus ook die eerste nul. En natuurlijk die nul erachter, dat zijn we wel gewend. Dus dit is vier significante cijfers, deze pH-waarde. Nou, goed. Deze is dus eenmaal juist zo, gaan we naar opgave 2. Oké, nu is de vraag, berekende molariteit, mol per liter, rechterhaken betekent dat, mol per liter van de NOH van natronloog als de pH 12,30 is. We weten nu juist de pH, we moeten het andersom doen, en het is een basische oplossing. Dan is het even handig, bij basische oplossingen kan ik voor nu eigenlijk maar van drie oplossingen een berekening vragen. En dat is gewoon handig voor jullie ook. Hoe het zit bij anderen ga je volgende periode leren. Voor nu ga je gewoon even dit onthouden. Dit moet ik weten en ik ga er niet te veel over nadenken. Anders wordt het veel te ingewikkeld. Het gaat om natronloog, kalioloog of bariumhydroxide. Het zijn telkens namelijk zouten die hydroxide-ionen bevatten. Alle andere basische oplossingen is namelijk een heel ander verhaal qua berekening. Kunnen we niet zo simpel doen als we hier doen. Natronloog staat voor 66A, is een NOH-oplossing. Kalioloog is een kaliumhydroxide-oplossing. Ja, bariumhydroxide is een bariumhydroxide-oplossing. Ja, ja. Als ik deze zout in water doe, splitsen ze zich gewoon in de losse ionen. Dus je krijgt niet een reactie met water, want hij bevat de OM-ionen en bam. Je weet gewoon, één deeltje van die levert één OM-in op. En dat wil ik weten, hoeveel OM-in er is. Nou, zo'n opgave. Opgave 2. Natronloog. Je beseft dus wel even dat natronloog een natriumhydroxide-oplossing is. Staat in 66 graden, als je het even niet meer weet op de toets. En dit is een zout, dus die splitsen gewoon in Na+, plus OM-in. Dit wil ik weten, dat namelijk één deeltje van die levert ook één OM-in op. Het is vrij simpel, dus misschien wil je hem niet eens noteren. Want zie je al meteen, er zit gewoon één OM-in deeltje in. Nu, wat moet ik gaan doen? Welke formule heb ik nodig? Ja, ik heb de pH-waarde. Een meest gemaakte fout is dat mensen dan denken, oh wacht, dan, ik heb de pH-waarde. Hé, hey, die kan ik in deze formule invullen. En dan kan ik HNO plus berekenen. Maar ja, wat moet je daarmee? HNO plus, die zie ik niet in de reactie staan. Dan kan ik nooit naar de NOH berekenen. Dat gaat dus niet lukken. Wat je wel kan berekenen is natuurlijk de OH-min-concentratie. Als ik de OH-min-concentratie weet, weet ik ook de concentratie van de NOA, wat gevraagd is. Dus ik ga deze formule gebruiken. De OH-min is 10 tot de macht min POH. Oké, daar gaat OH-min. Ik schrijf hem even hierop, want er komt iets voor. OH-min is 10 tot de macht min POH. Andere veelgemaakte fouten dan mensen denken, nou dan ga ik dus invullen 10 tot de macht min 12,30. Maar let op, dit is een pH-waarde en de formule zegt dat ik POH moet invullen. Dus dit kan niet, dat gaat niet goed. Maar de pH kan ik omrekenen naar de POH omdat ze samen 14 moeten zijn. Dus dat ga je dan eerst doen. Dus POH die is 14,00 min 12,30. En dat is dus 1,70. En nu heb ik de POH-waarde. En die kan ik hier mooi invullen. Dus ik kan de OM-in berekenen door 10 tot de macht min 1,70 te doen. Nou, daar komt uit 0,020 moleraar. Dat is de molariteit van de OM-in. Maar is ook direct de molariteit van de NOH. Hè? Want 0,020 mol van die is ook 0,020 van die. Die ruimte had ik allemaal niet nodig, zie ik nu. Dus ik kan hier wel even bijzetten. Heel netjes. Nog even bijzetten dat dit ook de modaliteit van de NLH is. Nu even qua significantie nog. Hoe werkt het dan andersom? Want nu beginnen we juist met een pH-waarde, maar eindigen we met een normale waarde, een niet-logaritmische waarde. Nou, je gaat het als volgt doen. Je bedenkt, hoeveel significante cijfers bevat dit getal? Dit is een logaritmische waarde, dus een pH-waarde. Dus die 12 is niet significant, alleen het getal achter de komma. Dus die 3 en die 0. Dit zijn dus twee significante cijfers. Dus in de vraag staan twee significante cijfers, het kleinste aantal. Dus het antwoord moet ook in twee significante cijfers. Dit is geen logaritmische waarde. Normale regels, nullen ervoor, tellen niet. Dus dit zijn nu twee significante cijfers. Ik heb het juist gedaan. Nou, zo hebben we dit dus gedaan. De derde voorbeeld ga ik eventjes wat sneller doorheen met jullie. Dit is nog een opgave waar je nog een extra stap moet doen, maar die is ook niet zo ingewikkeld. Maar om even te laten zien. Ik pak hem er gewoon eventjes bij zo. Hier, je kan ook een vraag krijgen hoeveel gram bariumhydroxide moet je oplossen in een liter water om pH 11,45 te krijgen.
Hij lijkt heel erg op de vorige opgave, maar je moet ook naar grammen toe. Dat is gewoon een extra rekenstap. We hebben hier mol per liter, kan je ook naar gram per liter. En dat wordt hier gevraagd, gewoon gram per 1 liter in plaats van mol per 1 liter. Ga je weer hetzelfde doen, zoals net. Je gaat eventjes bedenken dat je de pOH kan berekenen. pOH is 14 min 11,45, is 2,55. Daarmee kan je de OH min berekenen, net als daar. Dat is 10 tot de macht min pOH, 2,55. Komt er dat getal uit, 2,818, want 10 tot de macht min 3 molair voor de OH min. Nu komt er wel even nieuws. Nou, nieuw. Bij de basisoplossing heb je dus ook nog bariumhydroxide. En bariumhydroxide is er wel eentje waarbij je moet opletten. Want 1 mol bariumhydroxide levert 2 mol OH- op. Zoals bij zwavelzuur deze is, verhouding 1 is dan 2 is bij barium. Bij de basisoplossingen bariumhydroxide eentje waar je moet letten. Goed, dat betekent, als ik even die formule of die reactie ook nog eens noteer. Ik weet de molariteit van de OH-. Ik wil de molariteit van de bariumhydroxide weten, dus ik moet gedeeld door 2 doen. Dus als ik deze barium door 2 deel, gedeeld door 2, kom ik op 1,409, want die te mag min 3 molair uit. Dat is de molariteit van het bariumhydroxide. Dat vraag ik. Bariumhydroxide. Nou, dit is het aantal mol per liter. Ik wil naar de gram per liter. Kan je een tabelletje maken, doe je het keer de molmassa, of je weet het gewoon uit je hoofd inmiddels, dat mag ook. Kan je opzoeken. Terwijl 98, 1 mol ligt 171,3 gram, dus die maal elkaar, bam, 0,24 gram. Significantie? Deze is een pH-waarde, dus die 11 is niet significant, getallen voor de komma, alleen die 4 en die 5 zijn significante cijfers bij pH-waarde, getallen achter de komma, dus 2 significante cijfers, antwoord ook 2. 2 cijfers achter de komma hier, dus ja, die achter de komma hoeft niet, maar in ieder geval, dit zijn de 2. Goed, ik hoop dat het hiermee een beetje gaat lukken. Succes met de werkbladen!